Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is eventjes geleden dat ik iets geplaatst heb en dat is niet zonder reden natuurlijk. Dat komt namelijk omdat wij ons zoontje hebben gekregen. Op 25 november is ons zoontje Sam Kees Hartkoorn geboren. De roepnaam is Sam. En we zijn hartstikke gelukkig met hem. Maar daardoor heb ik niks geplaatst. Want het leven van moeder is druk. Je hebt niet zo erg veel tijd om dingetjes tussendoor te doen en daarom kan ik het nu pas doen. Want vandaag slaapt hij eigenlijk heel erg goed in zijn wieg de afgelopen paar uurtjes. Dus ik dacht, nu kan ik even snel wat opnemen. Dus dan laat ik wat sneller gaan doen. Nou, de weken hiervoor heb ik heel erg vaak zwangerschapsupdates opgenomen. En het leek mij nu wel leuk om na de geboorte dan eigenlijk baby-updates te geven van hoe het gaat met ons. En nou ja, Sam is nu 3 weken oud. En het gaat eigenlijk heel erg goed met ons. Het begin was best wel heftig. Ik was 29 november uitgerekend. 25e kwam Sam. Nou, we zaten dus eigenlijk nog maar 3 dagen echt volop in dit huis. En toen kwam Sam eigenlijk al. En die klap, zeg maar. Nou, je kan het niet echt een klap noemen. Maar dat besef kwam eigenlijk pas nadat Sam kwam. En daarom waren de eerste dagen best wel heel erg heftig. Mijn bevalling begon vrijdagavond en zondagmiddag was Sam er pas. Dus die was ook best wel lang. Als jullie het leuk vinden, kan ik wel een bevallingsverhaal opnemen. Ik vind het zelf altijd heel erg leuk om te zien. Dat je een beetje weet van hoe het precies gegaan is en hoe het mij is bevallen. Uiteindelijk kwam er een heel erg gezond kindje ter wereld. En het was echt bizar, gewoon de eerste paar dagen. Het is heel gek. Het besef dringt niet echt door dan. En ik had de eerste 2 nachten, ik had eerst 2 nachten doorgehaald van de bevalling en toen nog een keer 2 nachten toen Sam er was, omdat hij veel vruchtwater had ingeslikt. Dus die spuugde heel erg veel en dat is best wel eng als je net voor het eerst moeder bent en je bent gewoon bang dat je kind stikt. Dus je slapen doe je ook niet echt en hij was ook best wel heel erg onrustig. Dus hij bleek uiteindelijk ook spriel te hebben, dus daardoor is hij ook wat onrustiger geweest, zeg maar. Nu zijn we daar gelukkig vanaf sinds een dag. Dus dat is echt heel erg fijn. Verder ging zijn naveltje niet helemaal lekker. Dus zijn navelstrengje zat er nog aan. Maar ze kon al wel zien dat het niet een heel normaal naveltje zou worden. Dus dat hij een beetje raar zou afvallen. En daar hebben we eigenlijk nog steeds wel een beetje dingetjes mee. Gisteren was ik bij het consultatiebureau en hebben ze voor het eerst aangestipt. Maar ook hun zeiden van nou, het is best wel een groot stompje wat achter is gebleven. Dus waarschijnlijk moet je het vaker aanstippen en houdt het een beetje in de gaten. Dus daar zijn we heel vaak mee bezig. Verder gaat het met ons wel prima. De eerste dagen dat Sam er was, ging het met mij eigenlijk gewoon niet goed. Kan ik gewoon heel eerlijk zeggen. Het ging gewoon echt niet lekker. Ik zat nou niet echt bepaald op een roze wolk, waar heel veel mensen het over hebben. En meestal komen de kraamtranen op dag 4, maar bij mij was het vanaf dag 1. Ja, slaap doet gewoon ontzettend veel met je. En ik had gewoon heel erg weinig slaap gehad. Dus ja, dat ging gewoon niet al te lekker. En de eerste week is er eigenlijk bijna geen kraamvisite geweest. Omdat ik me gewoon niet oké voelde. Het was gewoon heel heftig aan het begin. En je moet heel erg wennen aan de routine die je hebt met Sam. En Cornelis, dat is mijn vriend, en ik zijn, ja, waren eigenlijk nog maar heel eventjes samen hier zo. We zijn al 4 jaar samen, maar hier zaten nog maar 3 dagen. Dus daar moesten we ook nog wel aan wennen. En hij doet zijn dingen op zijn manier en ik op mijn manier met Sam. En als je dan weinig slaap hebt, zorgt het ervoor dat je s'nachts soms best wel even frustratie kan hebben naar elkaar toe. Maar nu gaat dat gelukkig echt wel heel erg goed. Ik voel me gewoon heel erg goed eigenlijk. Ik ben er goed van de bevalling afgekomen, lichamelijk gezien. Dus, en ik ben ook weer snel hersteld, dus dat is echt super fijn. Ik heb zin om erop uit te gaan. Dus dat staat ook wel heel erg mooi. En ja, eigenlijk ben ik nu wel gewend aan het moederleven, zeg maar. Maar ik merk wel gewoon nog dat ik heel erg jong ben. En dat ik, nou, heel erg jong. Ik merk gewoon dat ik jong ben in mijn gedachten. En dat ik gewoon nog lekker dingetjes wil ondernemen. En ik denk dat het ook niet heel erg verkeerd is. Dus ja, daar ben ik eigenlijk een beetje mee bezig. En ik dacht, nou ja, laat ik ook weer een video opnemen. Want dat vind ik gewoon super leuk om te doen. Dus de tijd die ik dan heb als hij slaapt, steek ik ten eerste in het huishouden. En ten tweede kan ik dan nu gewoon dit erbij doen. Wat ik gewoon super leuk vind. Gaat dus gewoon heel erg goed met ons. Mijn vriend gaat echt, is echt top. Doet het echt super leuk met die kleine. Is helemaal verliefd. Ik ben ook helemaal verliefd.
die roze wolk zat ik niet de eerste paar dagen in de kraamweken. We hebben ook 3 kraamzorgers gehad, een heel verhaal. Maar uiteindelijk kregen we de beste op het eind. Wat op zich ook wel mag na 3 kraamzorgers. Maar die heeft er echt voor gezorgd dat ik me goed ging voelen. En sinds dat de zijde was, dat waren de laatste 3 dagen van de kraamweek, voelde ik me echt steeds beter. Ging nog beter slapen en ja, voelde ik me echt gewoon een veel beter mens. Want aan het begin ging het gewoon, ik weet niet. Slaap heel erg veel met je en ik kon alleen maar huilen. En ik vond het heel heftig als er mensen binnen waren. Dan alleen Cornelis die naar Sam wilde gaan kijken. Dat vond ik echt, dan kon ik echt alleen maar huilen. Ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Maar nu doe ik hem heel erg snel in iemands handen. Dat kan ik wat makkelijker nu. Dat moet je ook niet te veel doen. Maar we doen ons best om er het beste van te maken en om Sam zo goed mogelijk groot te brengen. Alleen is het nu nog heel vaak slapen, poepen en eten. Zullen we ook zeggen? Nou ja, slapen dat doet hij dus niet zo heel erg goed. Of in ieder geval niet zoveel. Slapen, poepen, dat kan hij wel goed. En eten doet hij super goed. Het gaat ook allemaal goed. Ik geef trouwens borstvoeding. Het ging ook helemaal goed vanaf het begin. Dus echt super fijn. Maar dat was het eigenlijk. Het gaat goed met ons. Met Sam gaat het goed. En ik zal jullie nog eventjes een klein kiekje geven van de kleine. Want ik moet hem in bad gaan doen. Dus ik kan hem wakker gaan maken. Dus dat is misschien wel even leuk om te zien hoe hij kan slapen en hoe hij wakker wordt. Nou, Sam sliep dus niet zo lekker. Dus gisteren waren we bij het consultatiebureau. Zeiden ze dat we moesten gaan inbakeren. En dat deden we eigenlijk al toen hij er was. Maar dat deden wij met grote hydrofieldoeken. Maar nu hebben we een of andere swaddle gekregen. En ik heb het idee dat hij daar nog beter slaapt. Dus ik ga hem even uit zijn lijden verlossen. Want dat ding zit echt heel erg strak. Daar merkt hij zelf niks van hoor. Maar dat is wel leuk om te zien. Lekker te pitten. In principe slaapt hij nu zeg maar in zijn wieg. In het ledikant. Maar 's nachts slaapt hij gewoon naast ons in de wieg. Maar overdag zet ik hem in zijn kamertje neer. Het ledikantje. Hé, lieverd. Dan gaan we lekker wakker worden. Oh. Sam is geboren met 6 pond en 53 centimeter. En weegt inmiddels 7 pond. Geen idee hoe lang die is, maar hij is er zo'n kilo aangekomen. Jippie. Ja, je hebt wel een groter hoofd gekregen dan dat je had. Goedemiddag. Ga maar lekker in bad. Nou, nu ga je in één keer doen alsof je altijd super lekker slaapt. Terwijl je eigenlijk heel vaak wakker bent. Gisteren van 9 tot 4 alleen maar wakker. Die handjes vind ik altijd zo ontzettend klein. Echt bizar. We gaan me lekker uitrekken hoor. Hij past nu dus nog een maatje 50. Ik had nooit verwacht dat ik zo'n kleine baby zou krijgen. Oh, lekker uitrekken. Nou, ik heb bij de zwangerschap updates natuurlijk heel vaak mijn buik impressie laten zien van hoe mijn buik nu is. En nu zijn 3 weken na de bevalling. En is mijn buik op dit moment zo. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Wel is er weer strié bijgekomen. Hier voor mijn buik en aan de zijkanten. Maar ik vind het helemaal prima hoe het zo gaat. Het is wat flubberiger. Maar ze zeggen dat borstvoeding heel erg goed erbij helpt. Dat je veel afvalt. Maar ik weet niet precies. Het maakt me eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. Ik ben eigenlijk niet zoveel meer mee bezig. Dat geldt ook voor eigenlijk alles in het leven. Ik ben eigenlijk alleen maar bezig met Sam. Nou, ik hoop dat je het een leuke video vond om te zien. En het is vandaag 18 december, geloof ik. Of 19 december, zoiets. Daar staat de kerstboom er al. Wel lekker gezellig. Ik ga trouwens nog een home tour opnemen. Maar dan moet de box even leeg zijn. Want er zitten nu nog allemaal kraamcadeautjes in. Ik vind het wel leuk als dat ook een beetje af is. Nou, ik hoop dat je het een leuke video vond om te zien. En laat me ook graag weten wat je leuk vindt om te zien op mijn kanaal. Zodat ik daar rekening mee kan houden. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Doei doei!